Welkom allemaal bij deze nieuwe OneBlock video en of livestream. Het ligt eraan wanneer je hem kijkt. Je kan hem namelijk later terugkijken als video, maar je kan hem nu ook live bekijken. Dus voor alle mensen die er live bij zijn, hallo! En voor alle mensen die hem als video kijken, laat ook eventjes wat weten in de reacties hier beneden natuurlijk. Maar ik heb er super... Oh, ik hoor mezelf nog. Oh, dat moeten we niet hebben. Maar laten wij maar naar Minecraft gaan. Ik zit hier namelijk... in mijn bedje. Hopelijk staat de muziek niet al te hard. Laat het trouwens lekker weten in de chat. Kijk, dat is het handige van live zijn. Ik kan het gewoon allemaal aan jullie vragen. Maar laten wij maar even wakker worden. Ik heb zo lang geslapen. Dat is niet normaal. Ik ben al een tijdje namelijk niet online geweest op OneBlock. Dus ik ben er heel erg benieuwd naar wat er hier allemaal is gebeurd. Dus laten wij maar opstaan en groeien. Oh my god. Oké. Okay. Ja, dit huisje hadden wij natuurlijk nog helemaal gedaan. En wat doet die kip daar? En wat doet dat schaap hier? Oké, ik heb een schaap in mijn huis, weet je. Dat kan gebeuren. Ik weet nog wel dat ik hier volgens mij iets achter had. Ja! Oké, nee, daar gaan we nog niet heen. Daar gaan we niet heen. Ik had daar namelijk iets geheims gemaakt. Maar voor de mensen die niet weten wat OneBlock is, ik zal het jullie eventjes uitleggen. Hier zo hebben wij namelijk een blokje water. Oké, dat komt goed uit. Dat kunnen we gelijk meenemen dan. Oh nee, we hebben het emmertje al vol water. Wat doen we dan? Dan doen we even zo. Oh! En nu hebben we sneeuw. Nou ja, ik zal dus gelijk uitleggen hoe het werkt. Er ligt hier één blokje. En dit blokje kan je hakken. En dan kan... Oh, er is steeds meer blokjes uit. Wat is dit? Oké, dit vind ik niet leuk. Ik heb een diamond sword toevallig. Dus dat komt goed uit. Hallo. Avalon! Ga dood jij, stom! Monster, oude, dat doet pijn, oké? Woe, die is dood. En nu krijgen we dus weer spulletjes die we weer kunnen gaan gebruiken in de toekomst. Ook heb ik hier al een klein farmpje, dus die kunnen we vandaag misschien gaan uitbreiden. Maar ik had een idee voor vandaag. Wat nou, al gaan wij met z'n allen, daar heb ik jullie dus voor nodig, een geheime bunker bouwen. Ik heb al een geheimpje in mijn huis, dat kon je hier dus misschien al zien. Dat is namelijk dit geheime kamertje. Alleen staat er niet zoveel in. Tenminste, dat denk je. Wist jij namelijk dat als jij nu op dat duimpje omhoog drukt, er nog een geheimpje tevoorschijn gaat komen? Ik zou het maar snel doen. Ik wacht erop totdat iedereen op dat duimpje omhoog heeft gedrukt. En dan gaan we kijken wat voor geheim er is in deze geheime kamer. Want het is niet zomaar een geheime kamer. Dus druk allemaal nu op die duimpjes omhoog. Abonneer natuurlijk ook op mijn kanaal. En laten we er dan maar kijken. We nemen eerst naar de nieuwe donatie van Jarne Gaming. Jarne Gaming, ontzettend dankjewel voor jouw donatie. Staat er ook een berichtje bij. Hallo Alex, hoe speel je OneBlock? Ik speel OneBlock nu op een bepaalde server. Waarmee je dat gewoon zelf kan spelen op de computer. Dus dat is super leuk. Het IP van de server kan je wel vinden in een van mijn OneBlock video's. Ik weet hem nu niet precies uit mijn hoofd. Maar laten wij maar kijken wat het geheim is. Want iedereen heeft volgens mij wel op het duimpje omhoog gedrukt. En kijk dan wat hier is. Er is hier gewoon een hele geheime kamer met een mokervet uitzicht. Je ziet zelfs de zon daar opkomen. Hallo zon! Dat is geniaal. Alrighty. En we hebben hier ook nog een muziekdisc. Die kunnen we ook afspelen als het goed is. Even kijken hoor. Ga er zin in. Oh. Oké. Nee, ik vind hem niet leuk. Ik doe hem snel terug. Maar dit is dus mijn geheime kamer. Dus voor iedereen die er nu aan het kijken is, tegen niemand doorvertellen dat ik hier een geheime kamer heb. Oké? Dit is de zon, ja. Ik hou je in de gaten. Je gaat dit niet doorvertellen. Maar wat ik dus vandaag wil doen is... Wat doe jij hier nou weer? Hoezo staat er een schaap in mijn huis? Jongen. En een kip en een... Oké, die hond mag wel. Mijn hond is gewoon mijn huisdiertje hier zo. Maar wat ik dus vandaag wou doen is... Ik wou vandaag een eigen plekje maken hieronder. Ik wil een geheime bunker bouwen onder mijn huis. Want ja, dit huis is nog een beetje open. Dus wat nou al maken we een geheime bunker? Ik denk dat we dan wel een zieke plek hier kunnen maken. Alleen is het dus best moeilijk. Want wij zitten zoals je kan zien... Op een soort van vliegend eiland. En waarom ligt er hier overal sneeuw? Hoe is dat hier nou weer? Wat zit hier in? Oh! Wow! Oké, dit is een hele goeie. Die heb ik eigenlijk niet nodig. Dus ik laat hem nog liggen. Laat me erdoor. Oh nee, dit is niet handig. Niet doodgaan. Oké, ik moet echt even wat spulletjes wegbrengen. Deze kist zit ook helemaal vol. We hebben weer een nieuwe donatie. Deze keer van Peter Pressburg. Peter, dankjewel voor jouw 2 euro donatie. Laten we kijken wat erbij staat. Hoi Alex, ik ben echt groot fan van je als ik 9 jaar was. Nou, super dope om te horen, Peter. Dankjewel voor je donatie.
Oh. Even kijken hoor. Had ik bijna op de grond erop. Echt, al mijn kisten zitten letterlijk helemaal vol. Ik heb superveel charcoal wel gekregen. Dus dat komt heel erg goed uit. Heb ik hier nog een plekje voor? Nee, ik heb eigenlijk echt nergens een plekje voor. Dit schild kan ik wel gebruiken trouwens. Voor als er zombies naar mij toe komen natuurlijk. Dus dat is helemaal top. Ik heb hier ook die schaapjes lopen. Eigenlijk wil ik verf hebben voor die schaapjes. Ik wil die waarom nou weer de hele tijd een skeleton? Jongen, maar ik wil die schaapjes heel graag blauw verven. Dat lijkt mij super dope. Ga dood. Oké, die is dood. Maar dan hebben we dus blauwe bloemetjes nodig. Die kunnen we trouwens wel regelen, denk ik zo. Maar laten we eerst eventjes kijken wat we hier allemaal uit kunnen... Ik hoor een creeper. Creeper! Hij had me bijna dood! Oké, daar waren we gelukkig op tijd weg. Daar ben ik blij mee. Laten we gewoon lekker verder hakken. En we hebben Lapis Lazuli gekregen. Echt, wat een rare naam is dat trouwens. Ik vraag me echt af wie... Een sneeuwpop! Wie de naam Lapis Lazuli heeft bedacht. Maar wat? We hebben... Nee, niet in een netherport. Nee! Het gaat terug. Kom terug, alsjeblieft. Meneer de sneeuwpop. Maar hij gaat niet naar de nether. De nether is dodelijk voor jou, meneer de sneeuwpop. De nether is veel te heet voor jou. Er zit allemaal vuur daar. Goed zo. Kom er maar heel gauw uit, inderdaad. Ah, die sneeuwpoppen toch ook altijd niet normaal. Maar laten we maar verder hakken. We hebben hier namelijk nog veel meer blokjes. Misschien kunnen we nog meer sneeuwpoppen krijgen. Hoe vet zou dat zijn? Maar laten we voor nu nog lekker even verder hakken. We krijgen zoveel sneeuw, omdat wij nu in het winter theme zitten. Je hebt een soort van verschillende thema's eigenlijk waarin je kan hakken. En, Nee, niet het schap! Nee, een stomme hond. Waarom moet je nou weer mijn schaap vermoorden? Oh, nee. Hoezo? Jongen. Oh, stomme hond. Mensen, laat allemaal even in de chat achter stomme hond. Sommige hondjes zijn lief in Minecraft, maar deze was echt stom. Hij gaat gewoon gelijk mijn schaap killen. Dat kan je echt niet maken. Ik ben echt boos op die hond nu. Dat is niet normaal. Ik ga dit dingetje trouwens eventjes in mijn garage zetten. Jij bent wel een lieve hond. Hey, ja, jij wel. Oké, maar laten we dit maar eventjes hier neerzetten. Zo, die komt mooi op de muur tangen. Ik vind dat er wel leuk uitzien. Hier kunnen we trouwens ook nog superveel kisten vullen. Dat komt heel goed uit. Want daar gaan we dan al het vlees in leggen. En al het troep die ik heb. Want ik krijg zoveel spullen letterlijk. Dat is niet normaal. De pickaxe heb ik wel nodig. Het is handig als ik die nog wel even bij me hou. Ik heb ook eten nodig trouwens. Ik ga jou niet vermoorden, meneer het schaapje. I got you. Maar laten we kijken wat er nog meer is. Ik wil zo meteen namelijk beginnen met het bouwen van de geheime bunker. We hebben een nieuwe donatie. Nee, je maakt leuke video's. Nou, dankjewel. Dat vind ik heel aardig. Laten we kijken wat er voor... Oh, we kunnen een broodje maken. Nee, die is niet voor jou. Hij zit me echt aan te kijken van, mag ik geen broodje? Oké, wat hebben we nog meer? We hebben hier een crafting table. En dan hebben we een broodje erin. Oh, dat is top. Die sneeuwpop zit me ook echt aan. Wat is die sneeuwpop allemaal aan het doen? Wat? Wat doet die sneeuwpop nou? Meneer de sneeuwpop. Hallo? Deze sneeuwpop, laat het lekker weten in de reacties hier beneden. Ik ben er super benieuwd naar. Oh, wat doe jij allemaal? Oh nee, niet in mijn huis. Nee, niet in mijn huis. Nee, meneer de sneeuwpop, alsjeblieft niet. Ik wil niet dat ik hier de vloer moet vegen helemaal. Oh nee, hij mag niet binnenkomen. Ik wil niet dat hij binnenkomt. Het is niks persoonlijks hoor, meneer de sneeuwpop. Het is gewoon puur dat je een beetje een spoor... Ja, goed zo, ga maar weer naar buiten, ja. We moeten trouwens wel uitkijken. Als het gaat regenen, kan deze sneeuwpop namelijk doodgaan. En dat willen we niet hebben. Ik wil geen dode sneeuwpop natuurlijk hebben. Dus, meneer de hond, let jij even op de sneeuwpop. Ik zie al superveel leuke namen. Ik zie een naam Sneeuwtje voorbij komen. Sneeuwtje vind ik een leuke naam. Maar wat hebben we nog meer voor namen? Olaf! Oh, ik heb trouwens een ideetje. Oh, nu vind ik hem leuker. Deze is geniaal. Oh my god. En we hebben weer een donatie. Deze keer van Sepp van Amersfoort. Sepp, dankjewel voor jouw 1 euro donatie. Ook dikke shout-out naar jou. Oké, ga naar de nether. We kunnen naar de nether gaan, maar eerst wil ik een goede naam hebben. Mensen zeggen ook Gerrit. Ik vind Gerrit niet zo'n leuke sneeuwpopnaam. Dan vind ik Sneeuwtje leuker. Maar Olaf vind ik denk ik de beste naam. Laten we deze sneeuwpop Olaf de sneeuwpop noemen. Dit is Olaf, mensen. Applaus voor Olaf. Oh my god. Olaf, kom eens. Of weet je, misschien moeten we eigenlijk een kamer maken voor Olaf in huis. Want Olaf... Oh, Olaf kan hier niet eens naar binnen volgens mij. Volgens mij kan Olaf niet over deze carpets gaan. Oké, ik heb een idee. Olaf, kom jij even naar binnen. Maat, Olaf, kom naar binnen. Goed zo. Oh.
Oh nee, nu komt er allemaal sneeuw in mijn huis. Maar we moeten Olaf wel binnen hebben. Want als het gaat regenen buiten, dan gaat het niet goed met Olaf. Dan gaat dat echt niet leuk. Dus laten we Olaf voor nu nog maar even hier houden. Maar loop alsjeblieft niet door mijn hele huis, Olaf. Olaf. Olaf toch. Oké, weet je wat, Olaf? Jij mag de garage lenen. Ja, jij mag tijdelijk in de garage wonen. Wat vind je daarvan, Olaf? Vind je dat een leuk idee? Dan mag jij in de garage wonen. En dan gaan we voor jou een plekje maken in de geheime bunker. Zodat niemand jou ooit wat aan kan doen. Dat is toch een goed idee. Oh, Olaf. Olaf, niet door de rest van mijn huis. Die moet ik helemaal vegen zo meteen. Oh, die Olaf ook altijd. Jongen, 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 jongen. Oh, het is ook niet normaal met hem, letterlijk. Oké, laten we kijken. Hij laat een heel sneeuwspoor achter. Oh, we hadden hem echt nooit in huis moeten nemen. Oh my god. Wil je nou gaan enchanten? Oh, Olaf wil een boekje lezen. Weet je wat, Olaf? Ga jij lekker je boekje lezen. Wij gaan de geheime kelder tenminste bouwen. Dat is één ding wat zeker is. Laten we even kijken. Ik wil hier ook even een matje ervoor. Want we kunnen dus matjes neerzetten en dan kan Olaf er niet meer komen. Dus laten we het nu nog even zo houden. Is hij nou letterlijk hierin gegaan? Oh my god. Olaf. Olaf heeft een geheime kamer gevonden. Maar wat hebben we nog meer? We hebben ook een donatie van Kees van Dam. Kees, dankjewel voor jouw 1 euro donatie. Dikke, maar dan ook echt een dikke shout-out naar jou. Heel erg bedankt. Maar Olaf, ja, oh. Vind je het niet leuk? Olaf, kom maar. Olaf. Oh my god. Beetje, we laten Olaf daar wel. Stoute Olaf, ja, zeg dat wel. Jeetje, dat is een stoute Olaf. Oh, konijntje! Konijntje? Konijntje, wat ben je aan? Hé, konijntje! Hallo, meneer konijntje, ik heb eten nodig. Konijntje? Waar is het konijntje? Konijntje? Ik denk dat we een probleem hebben. Ik heb zo'n vermoeden dat konijntje is... Waar is konijntje? Hallo, ben je daar? Oh nee, dit meen je niet. Oh, hoe krijgt hij het ook weer voor elkaar dat hij moet springen? Hij was nog zo jong, hij kwam net pas tevoorschijn. Hoe kan dit nou weer? Oh my god, konijntje. Hoe krijg je dit nou weer voor elkaar? Oh. Het is ook niet normaal met konijntje. Maar, mensen, laten wij maar beginnen met het bouwen van de geheime bunker. Laten we nog een klein beetje hakken. Misschien dat we er nog een sneeuwpop uit... Oh, een kistje. Daar zit armor in. Oké, dat heb ik niet nodig. Ik heb al genoeg armor. Oh, ik heb het nu toch al gepakt. Ah, nog een sneeuwpop! Oké, dan moeten we voor deze sneeuwpop nog een andere naam verzinnen. Jou wil ik eigenlijk in dit huisje hebben. Meneer, loop even mee. Meneer de sneeuwpop. Wow, je kan hier gewoon sneeuw uithalen voor eeuwig. Maar, loop eens door! Jongen. Ik kan niet eens mijn blokje hakken op deze manier. Ik kan niet eens bij mijn one block. Ik kan niet eens bij mijn one block op deze manier. Meneer de sneeuwpop, ga even... Oh, sorry. Ik kan hem ook niet eens... Weet je wat? Ga jij daar lekker lopen? Ik ga nog even mijn one blokje hakken. Zo, er zit een ijsje onder. Nou, dat ijs laat ik daar lekker liggen. Laten wij... En Olaf, die zit hier ook nog steeds te lopen. Mensen zeggen, noem die andere Snowy. Dat vind ik wel een leuke naam. Die andere noemen we Snowy. Dus degene met pompoen is Snowy. Degene zonder pompoen is Olaf. Oké, dat is een goeie. Maar, ik heb wat nodig. Waar is mijn emmertje water? Waar heb ik mijn emmer water gelaten? Hallo, water. Waar ben jij? Is het hier? Yes, daar is mijn emmertje water. Deze hebben we namelijk nodig. Want wij moeten natuurlijk onder mijn huis komen om de geheime bunker te kunnen maken. En ik wil hier denk ik een ingang hebben naar de geheime bunker. Ik denk dat... Oh nee, daar gaat mijn hout. Ja, die zijn we kwijt. Maar ik wil hier dus een ingang hebben. Dus dan denk ik dat we hier gewoon op deze manier moeten gaan beginnen met bouwen een beetje. En dan doen we hier zo. En dan hebben we hier tenminste een stukje waar we op kunnen bouwen. Dus dat is wel helemaal top. En niemand mag het dus ook doorvertellen dat deze bunker hier zit, hè jongens. Alrighty, laten we dit zomaar bouwen tot hier. En dan gaan we dit zo... Oh nee, deze gaat te ver. Oké, weet je wat? Even het water weghalen. Dank u wel. Dat hebben we nu even niet nodig. Dat water zit veel... Hoezo komt daar nou weer allemaal water vandaan? Volgens mij is dat ijs wat gesmolten is. Oh, daar gaat mijn hout. Oh,
maar laten wij maar even kijken wat we nog meer nodig hebben. Wij moeten hem hier dus afmaken. En ik ga hem gewoon helemaal zo onder mijn huis laten lopen. Dit moet gewoon de grote geheime chill bunker worden hier zo. Dus laten we hem tot hier lopen anders. Tot hier, dit stop. En dan doen we hem hier weer een klein beetje zo. Even kijken. Yes, dat is top. En wat doen we dan? Dan moeten we dit denk ik weghalen trouwens. Hoppakee. En dan gaan we hier zo weer de muur terugmaken. Oh, ik heb een idee. Ik heb een mokervet idee. Wat nou? Al gaan we de grond van onze geheime bunker van glas maken. Hoe vet zou dat wel niet zijn? Dan heb je gewoon een glazen vloer waar we op kunnen lopen. Ik denk dat dat een vet idee is. Maar dan hebben we wel aardig wat zand nodig. Oh my god. Snowy, wat ben je aan het doen? Oh, stomme Snowy ook. Die zit gewoon letterlijk het hele landje helemaal vol te maken hier zo. Maar laten wij maar wat glas maken. Dan hebben we heel veel zand nodig. Heb ik hier nog zand liggen? Niet echt veel. Ligt er hier zand? Er ligt wel sandstone, maar niet echt veel zand. Laten we dit sowieso alvast erin doen voor het glas. Misschien dat we hier nog wat zand hebben liggen. Eén stukje zand. Oh, en nog 6 stukjes glas. Oké, dat komt wel heel goed uit. Maar laten we die dan maar ook erbij doen gewoon. Hebben we echt nergens zand? Hoe kan dit? Ik dacht dat we echt veel meer zand hadden. Mensen, zien jullie ergens zand? Laat het dan weten. Ik zie het echt nergens. Ik zie het letterlijk nergens. Ja, laten we ook maar even naar beneden gaan. Ik heb trouwens ook nog hout nodig voor de muren. De muren moeten natuurlijk een beetje houtachtig worden. En ik heb ook nog 6 light blue wool. Dus daar kunnen we ook wel wat mee. We moeten sowieso iets lichtblauws in de kelder hebben. Of in de bunker eigenlijk. En ik had ook een ideetje. Ik zag hier namelijk wat anders liggen. Wat ik hier zag liggen, dat zijn bone blocks. En hiermee kunnen we, als het goed is, verf maken. Let maar op wat ik ga doen. Ik heb dit hier. En dan moeten we eigenlijk dit eten weghalen. Totdat er blauwe bloemetjes tussen komen. Alleen is het heel vervelend dat Snowy overal sneeuw gelegd heeft. Oh, woehoe, daar gingen we bijna. Oké, dat moeten we niet hebben. Mijn schep is op. Oké, laten we hier gewoon de hele tijd wat dingetjes zetten. Dus gaan we hier dit zetten. Nee, geen blauw bloemetje. Nou, dan doen we hem weer opnieuw. Weer geen blauw bloemetje. Dan doen we hem weer opnieuw. Weer geen blauw bloemetje. Jeetje. Ik heb gewoon blauwe bloemetjes nodig. Hoe moeilijk is het om blauwe bloemetjes te krijgen? Dat is niet normaal. Kan je hier trouwens wel blauwe bloemetjes uit krijgen? Ja, toch? Als het goed is wel. Dan kak ik gewoon dit helemaal weg. En dan weer... En dan weer, en dan weer. Nee, het werkt niet. Ik krijg al geen blauwe bloemetjes. Wel rode, maar ik hoef geen rode bloemetjes. Bah, 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 bah. Blauw, 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 nee. Oh, ik heb trouwens een idee. We kunnen ook op een andere manier verf maken. Oké. Wat nou? Al pakken we dit erbij, hè? Let op. Als we dit namelijk hierin doen. Ja, dit werkt ook. Dit is top. Oké, en dan doen we dat daarin. En dan doen we dit bij elkaar. En dan kan je op deze manier lichtblauwe verf maken. En daarmee kunnen we de schaapjes eindelijk blauw verven. Dus nu kunnen de schaapjes eindelijk mij wat lichtblauwe wol geven. Wat een stuk mooier is natuurlijk dan dat witte wol. Hoppakee, dankjewel schaapjes. Hier liep als het goed is nog een schaapje buiten. Eentje liep in de vrijheid, dacht ik. Waar is die? Die is hier. Jij wordt ook blauw, alsjeblieft. Dankjewel. Was er nog een schaap in mijn huis? Of is iedereen naar buiten? Hoe ben jij nou weer binnengekomen, Snowy? Oh, en Snowy kan er ook niet meer uit. Oh nee, volgens mij is Snowy trouwens... Ja, Snowy is via hier buiten. Snowy heeft hier gewoon zijn ingang gevonden. Dat was ik even vergeten, dat je zo naar binnen komt. Alrighty. Oeh, jij bent trouwens weer gegroeid. Dat komt goed uit. We kunnen ook de muren maken in de bunker van blauw wol. Hoe vet zou dat zijn? Ik denk dat dat een heel vet idee is. Laten we dit even proberen. Dan heb ik daar nog blauw wol. En dan gaan we hier achter... Gewoon een hele muur blauw maken, letterlijk. Dus dit doen we dan nog even zo op deze manier, denk ik. Kijk, en dan doen we dit helemaal blauw. Juist hem! Oh, dit is ziek. Dit wordt een zieke muur, dit. Hoppakee, dan doen we dat daar even. Dan doen we er even een tijdelijk lichtje op. Zodat we een beetje kunnen kijken waar we hiermee bezig zijn precies. Aan de onderkant komt dus een hele glazen vloer eigenlijk. En misschien dat we hem nog ietsje groter moeten maken... Maar misschien dat dit ook weer perfect is. Ik weet het niet. Ik denk eigenlijk dat dit wel goed is als ik het zo bekijk. Maar wat vinden jullie? Laat het lekker weten in de chat. Dat is het handige van livestream. Ik kan het gewoon aan jullie vragen live. Maar wat hebben we nog meer? Even kijken hoor. Jij moet even eten. Ja, oh, kijk. Het is alsof hij me
kan horen. Volgens mij hoort hij me ook. Dat is tenminste wel de bedoeling. Want ik praat tegen hem. Anders praat ik niet tegen je. En deze heeft ook gegeten. Dankjewel. En jij moet ook nog even eten, meneer de schaap. Laten we anders hier eventjes wat gras voor ze neerzetten. Dat vinden ze altijd wel lekker namelijk. Kijk. En dan krijgen we dus hopelijk ook even wat sneller wat wol. En kijk, we hebben een blauw bloemetje. Nou, dat blauwe bloemetje ga ik nu gewoon houden letterlijk. Die ga ik voor mijn huis zetten. Die wil ik daar hebben. Hoppakee. En jij weer gegeten? Jeetje, dit schaap heeft al 3 keer gegeten, terwijl dit schaap hier niks zit te doen. Ga hierheen, hier kan je eten. Oh my god, en we hebben een nieuwe donatie van Journey Gaming met de 2,30 euro donatie. Ik ben een grote fan, gaan we eens duo. En de rest kan ik niet lezen, waar staat Epic. Oh, dat is je Epic naam. Je weet maar nooit. Joh. Misschien dat ik ooit nog een keertje een livestream met kijkers ga doen. Dat deed ik namelijk wel eens. En dan ging ik Fortnite spelen met kijkers. En wie weet dat je dan ooit een keer kan joinen, want dan ga ik vaak custom games doen. Maar ik weet niet of dat nog ooit een keer gaat gebeuren. Maar stel het gebeurt, ik zou zeggen, hou mijn kanaal in de gaten. En dan kan ik weer met kijkers spelen. Dankjewel voor jouw 2,30 euro donatie sowieso, Jarne. Echt insane. Maar ik kan nooit mensen beloven dat ik samen met ze kan spelen. Omdat echt heel veel mensen het letterlijk vragen. En het is gewoon niet mogelijk. Dus daarom doe ik wel eens dat soort livestreams. Maar voor nu moet ik weer even naar beneden gaan. Oh, jij hebt weer gegeten. Kijk, dat is lekker hoor. Kijk, en oh, we kunnen misschien ook dit glas nu gelijk gaan plaatsen. Wat helemaal top is. Dus laten we hier maar even naar beneden gaan. En hoppakeetjes. Kijk eens aan. Plaatsen we dat daar. Oké, ik denk alleen niet dat we genoeg zand hebben. Oh, we komen letterlijk net wat... We komen letterlijk eentje tekort hier. Nou ja, deze moest er trouwens ook gevuld worden met glas. Maar oh, we komen het net tekort. Jongen. Oh, Dennis vraagt, waar is het gele schaapje, Dennis? Er zijn geen gele schaapjes hier. We doen hier alleen aan blauwe schaapjes, Dennis. Dat weet je zelf ook. Welkom bij de stream trouwens, Dennis. Waar zijn mijn schaapjes gebleven? Ik heb weer nieuw wol nodig. Ga eten! Oh, ik heb allemaal gras hier voor jullie neergezet en ze gaan niet eens eten. Jongen. Oh, die schaapjes toch ook altijd. Dat is niet normaal. Maar ik heb ook dus nog zand nodig. Alleen weet ik niet waar ik dat kan vinden. Misschien kan ik het hier wel uithalen. Je weet maar nooit. Laten we even de bucket met de... Dit is top. Ik heb wel een schep nodig. Mag ik een schep? Hallo? Schep. Even kijken hoor. 1 stukje iron. Oké. En we hebben een nieuwe donatie van Rens Linkert. Rens, dankjewel voor jouw 1 euro donatie. Dikke zouden we jou. En we hebben nog een 1 euro donatie. Deze keer van Owen Nekkerman. Owen, dankjewel ook voor jouw 1 euro donatie. Dikke shout-out naar jou. Oh, ik sprong daar bijna op mijn farm omdat ik geen eten meer had. Dat eten is altijd nog wel een dingetje hier. Dat eten is echt nog een dingetje altijd. Hier heb ik een appeltje. Ik ga dit appeltje eten. En misschien moet ik ook... Wat? Oké, ik zat ineens te sneaken. Maar laten we even kijken wat er hier uit het farmpje komt. Kijk, dit is toch helemaal top dat we gewoon een farmpje hebben hier. Zo, dit farmpje moeten we trouwens echt uitbreiden. En ik ga er deze keer denk ik ook weer wat water bij zetten. We hebben nu namelijk water, dat hadden we eerst niet. Dus nu kunnen we eindelijk het farmpje wat beter laten werken. Al bekijk ik het zo. Even kijken hoor, dan moet er wel even wat dirt onder nog. Op deze manier doen we dat. Want anders stroomt het weer helemaal naar beneden. Moeten we ook niet hebben. Maar nu wordt het tenminste een beetje een soort vruchtbare grond eigenlijk. Voor natuurlijk ons kleine farmpje hier. Zo, dan kunnen we hopelijk even wat meer eten maken. Waar is mijn crafting table? Die staat hier zo. En dan kunnen we nu broodjes van maken. Hoppakee, de eerste broodjes van mijn farm. En ik moet vertellen, ze smaken best wel lekker. Dus dat komt heel erg goed uit. En oh nee, al die sneeuwpoppen zitten daar ook. Heel veel mensen vragen of ik naar de Nether wil gaan. Dat kunnen we zo meteen wel doen als jullie dat echt zo graag allemaal willen natuurlijk. Dan gaan we gewoon lekker met z'n allen een kijkje nemen in de Minecraft Nether hier zo. Misschien dat we daar trouwens ook wat vette blokken kunnen vinden voor de bunker. Je weet maar nooit. Wow. Oh ja, dat was ik even vergeten. In de Nether. De Nether deel je hier met heel veel andere mensen. Dus dat is wel een dingetje. Maar ik zie hier allemaal paarse blokken. En ik heb die nog nooit kunnen krijgen. Allemaal endblokken liggen hier ook. En ik denk dat ik die wel gewoon kan stelen. En dat we die misschien in de bunker kunnen plaatsen. Even kijken. Nee, alles valt naar beneden. Au, dat deed pijn. Even kijken hoor. Ja, deze kunnen we stelen allemaal. Oeh, die neem ik mee. Deze neem ik ook mee. Dank u wel. Oh, dit is top, mensen. Dit zijn leuke blokken die we kunnen gebruiken. Oké, dan moet ik ze niet laten verbranden allemaal. Oh, die laat ik ook verbranden. Even kijken. Oké.
Het kan nogal moeilijk zijn om ze te kunnen pakken, weet je. Ik denk dat ik het op deze manier een beetje moet gaan pakken. Zo, dat is beter. En dan moet ik zo meteen nog uitzoeken hoe ik ooit naar boven ga komen hier. Zo, dat is ook nog een hele opgave. Oh, nee. Heb ik blokken mee? Ik heb bijna geen blokken mee. Oké, dan moet ik dit gaan hakken. Gelukkig liggen er altijd hier blokken. Oh, maar de Nether is dus echt een zooitje zoals je kan zien, letterlijk. Dat is niet... Naar freaking maar echt, wat is er hier allemaal gebouwd, joh? Dat is niet normaal, allemaal lelijke bruggen en zo. En hier moet ik eventjes... parkouren. Ga ik dit durven? Weet je wat? Ik zet gewoon één blauw... Oh, ik kan er geen blok plaatsen. Let's go. Oké, dat ging nog maar net goed, letterlijk. Laten wij maar snel de Nether Portal weer terug ingaan om eventjes naar mijn eiland te gaan. Ik hoorde daar ook allemaal dingen exploderen en dat soort dingetjes. En dat is foute boel. Maar laten wij maar even naar beneden gaan. We hebben nu namelijk weer wat wol ook. En hier kunnen we weer wat muurtjes mee opvullen. Dus dat komt heel goed uit. Dus gaan we dit muurtje opvullen. Die moest sowieso opgevuld worden. Ik heb ook even wat hout nodig. Waar is mijn hout gebleven? Even kijken hoor. Zo. Dan moeten we even naar boven hier zo. En ik heb zand nodig nog steeds. Zand, cut sandstone, sandstone. Kan je hier zand mee maken? Nee, dat kan niet. Oh, dat is wel vervelend. Waar gaan we het zand dan mee maken? Of hoe gaan we aan zand komen? We kunnen zand natuurlijk niet maken. We moeten het echt vinden. Ja... Dat wordt nog een dingetje. En ik heb een schep nodig. Ik wou een schep maken trouwens. En ik had hout nodig. Ik had heel veel dingen nodig nog. Even kijken hoor. Sticks heb ik dan nodig voor... Niet op de grond vallen alsjeblieft. Sticks had ik nodig voor de schep. Dus die gaan we sowieso eventjes even craften. Voilà. Hoppakee, dat is helemaal top. En dan hadden we nog zand nodig. Ah, hier lag nog een blokje zand. We moeten eigenlijk gewoon, denk ik, hier allemaal blokjes zand uitkrijgen. Zo, die is dood. Die ging gelukkig nog sneller dood omdat het daglicht was. En een kippie! Hallo, kippie. Wil je niet vallen, alsjeblieft? Sorry, kip. Het spijt me, maar je stond een beetje in de weg. Een klein beetje, maar oké. Dit gaan we pakken. Bottle of enchanting en een bed. Nee, baby zombie. Baby zombies doen heel veel damage. Jeetje, dat is niet normaal. Oké. Weer een zombie. Stomme zombie, ga weg. Er komen heel veel zombies uit mijn one block letterlijk nu. Dat is een niet naar freaking maal. Oké, dit gaat heel lekker. Dan hakken we deze nog even weg. Dan hakken we een blokje ijs weg. Oh, weer een blokje ijs. Dood jij! Dankjewel. Oké, wat hebben we nog meer? Oh my god, er komen zoveel mobs uit. Ik ben bijna dood. Oké, dan hebben we dit nodig. Ik denk dat we letterlijk dat stuk rotte vlees ook moeten eten. Want ik wil niet doodgaan. Want nu krijg ik er tenminste wel nog levens bij natuurlijk. Oh, ik heb zand gekregen. Zand stop. Oh nee, niet weer. Oké, die hebben we net op tijd. Mijn farm gaat nu nog niet zo snel eigenlijk. Ik moet het wat sneller laten gaan. Die sneeuwballen heb ik ook allemaal niet nodig. Dus die gooi ik ook even allemaal weg. Hoppakee, weg ermee. Die ook weg. Dat geeft me namelijk echt veel te veel ruimte in beslag hier zo. Maar laten we even kijken wat we met de farm kunnen doen. We kunnen dit namelijk zo laten groeien. En dan kunnen we het farmpje groter maken. En ik weet trouwens ook dat ik hier een wortel had liggen. Maar waar lag die wortel? Die wortel kunnen we namelijk farmen. Dat is een heel goed idee. Die lag volgens mij hier dan. Yes, daar lag die. Heb ik een hoe bij me? Yes, die ligt daar. Oké, top. Die planten we daar. Dan ga ik even wat bone blocks pakken. Daar gaan we namelijk bone meal van maken weer. Hoppakee. En dat gaan we gebruiken op die wortel. Die wortels kunnen we namelijk heel goed gebruiken als eten. Dat gaat gewoon ons hele etenprobleem oplossen hopelijk eindelijk. Dan doen we dit zo. Dan doen we hier de farm nog. Zo, langs de boom. En dan gaan we gewoon allemaal worteltjes planten hier zo. Dit wordt gewoon het hele wortelgedeelte hier zo. Even kijken hoor. Kijk dan, we hebben er gelijk 16. Oh, dit gaat top zijn voor ons etenprobleem. Kijk dan, we hebben gelijk al veel meer wortels dan we nodig hadden. Dit is top. Oh my god, kijk dan. Hoppakee. En nu heb ik eindelijk een keer wat te eten. Dat was nodig. Alrighty, de schapen zijn ook weer gegroeid in de tussentijd. Wil je ook een worteltje? We hebben nu toch genoeg eten, dus nu mag je een keertje wat eten, meneer. Waar heb ik mijn schaar gelaten? Mijn schaar is hier. Oké. Jij wordt knipt. Oh, die gaat snel weer eten. Dankjewel voor je wol. Ga jij nog eten? Nee, oké, hij wil het gras laten staan, denk ik. Yes, die laat staan. Oké, en er is nog een schaap hier.
Waar is dat blauwe... Oh, wat doe je nou weer in mijn huis, meneer het schaap? Jongen, 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 jongen. Je blijft hier ook altijd maar zitten. Alrighty. Wat hebben we nog meer nodig voor de bunker? Ja, we hebben zand nodig. Oké, dat was ik aan het doen. Ik was gelijk weer helemaal afgeleid door al die zombies die naar me toe kwamen en zo. Maar ik heb zand nodig. Dat is het doel voor vandaag. En geen sneeuw! Jongen, jongen, ik blijf maar sneeuw krijgen. Dat is niet normaal. Oké, dit is geen zand, maar dat is dirt. Ook geen zand. Ik word weer een zombie. Oh, nee. Die is dood. Oké, lekker. Oké. Kom op. Oh, nee. Niet weer een zombie. Oh, ik sta in brand. Oké, gelukkig heb ik nu een keer water. Oh, ik heb weer wortels gekregen van die zombie letterlijk. Oké. Nou, niet dat we die nu heel hard nodig hebben. We hebben nu toch een wortel voor mij. Het is altijd mooi meegenomen. Ik wil echt uitkijken voor die kip. Ik wil niet dat die kip in dit gat gaat vallen natuurlijk. Oké, laten we dit nog even hakken. Oh, nee. Niet weer. Dood jij! Oké, die is dood. Oh my god. En we hebben een donatie van Alex Kleinfan. Iemand heeft letterlijk zijn YouTube-kanaal genoemd naar Alex Kleinfan. Dat is super tof. Hey Alex, een keertje samen Minecraften, vraagt hij. Hey, je weet maar nooit. Ik kan niks beloven natuurlijk altijd. Maar je weet maar nooit. Lieper nou een... Oh, dit... wat doet mijn hond hier? Ga zitten, joh. Maar dankjewel voor jouw donatie. Je wordt super erg gewaardeerd. Oh nee, hij heeft een enchanted bow. Wat gaat hij doen? Waarom loopt hij weg? Wat ben jij nou weer aan het doen? Volgens mij wou hij je killen, meneer het schapen. Ik weet het niet zeker, maar ik zou hem in de gaten houden als ik jou was. Alrighty, dan gaan we hier weer lekker verder. Oh my god, niet weer. Waar lopen ze allemaal heen? Ik ben er benieuwd naar waar ze heen willen lopen. Hij loopt... Oké, hij loopt naar mijn garage en dan wil hij me killen. Duidelijk! Wat? Oké, dat is heel apart. Oh, nee. Oh, kip, kijk uit. Oh, ik had bijna die kip daarin gegraven. Al die skeletons die rennen gewoon weg omdat ze in de fik staan. Die raken gewoon in paniek of zo, lijkt het wel. Alrighty, even... Au. Ik sta weer in brand. Oh, het is zo moeilijk om een stukje zand te krijgen. Dat is niet... Oh, weer een sneeuw. Nee, deze ga ik wel vermoorden. Anders krijgen we te veel sneeuwpoppen, mensen. Het spijt me. Maar we moeten ook weer niet te veel sneeuwpoppen krijgen, natuurlijk. Maar voor nu heb ik zand nodig. Armor hebben we ook genoeg, eigenlijk. Dat mag ook weg. Ik wil gewoon zand. Geef me zand. Hoe moeilijk is het om zand te krijgen? Jeetje. Oh my god. Het is echt onmogelijk bijna om zand te krijgen. Daar zit ook geen zand in. Oh my god. Ik hoor skeletons. Ik hoor nog een hond. Oh nee, die honden gaan mijn schaap weer killen. Nee. Die hond gaat mijn schaap sowieso killen. Jij gaat dood. Sorry. Ja, hij liep al naar mijn huis toe om mijn schaap te killen. Ik had je wel door, meneer de hond. Oh nee, kippie, kijk uit. Kippie, meneer de kip, kijk uit. Dit is natuurlijk niet meneer kippie, maar dit is gewoon een random kippie. Maar alsnog moet hij uit... Stomme spin, ga dood, weg jij! En we hebben een nieuwe donatie van Benny op de bouw, dankjewel voor jouw 1 euro donatie ook. Dikke shout-out naar jou, heel erg bedankt. Wat hebben we hier? Dat hebben we niet meer nodig. We krijgen niet zoveel useful spul... Oké, daar zeg ik geen nee tegen, dankjewel. Dit hebben we allemaal niet nodig alleen. Oh, die iron wel. Die wil ik hebben. Oh nee, niet weer een skeleton. Ik laat die skeletons gewoon allemaal lekker met rust staren. Ik wil gewoon zand hebben. Hoe moeilijk is het om zand te krijgen? Oh. Dood jij? Zand. Dankjewel. We hebben eindelijk een blokje zand weer. En een konijntje. Dat is ook altijd hartstikke leuk. En een kistje met stomme spulletjes in. Want die heb ik al. Au. Waarom moeten die zombies mij altijd in de fik steken? Jongen. Oh, dit gooien we er nog even uit. Zo, hoppakee. Weg ermee. Kunnen we dit al in de oven gooien? Laten we dit gewoon zo in de oven gooien. Hoppakee. En we hebben weer een nieuwe donatie. Deze keer van Denise van Wildebreek. Denise, dankjewel voor jouw 1 euro donatie. Ook dikke shout aan jou. Heel erg bedankt. En hebben we weer een 1 euro donatie. Deze keer weer van Benny op de bouw. Benny had weer bedankt voor jouw donatie. Het is echt insane. Echt, ik word helemaal gek van al die sneeuwballen. Ik krijg er veel, maar dan ook veel te veel letterlijk. Dat is niet normaal. Alrighty, en hier liggen ook zoveel items. En dat puur omdat ik alleen maar op zoek ben naar wat zand voor de vloer. Misschien had ik die vloer een keertje buitenopname af moet maken. Want het gaat echt lang duren voordat ik zand krijg. Even kijken hoor. Weg jij, dankjewel. Alrighty, hier ligt er nog wat onder. Au! Oké, waarom ga ik bijna dood? Oh, er staat er een skeleton. Dood jij! Niet op mijn farm komen. Van mijn farm afblijven, meneer de skeleton. Jongen, leer eens een keertje manieren, joh.
Skeletons ook altijd. Maar laten wij maar weer even naar beneden gaan. Ik wil even een kijkje nemen hoe het er hier aan toe gaat. We hebben nu hoeveel zand? We hebben 5 zand nodig in totaal. En er zit in 3. Oké, daar kunnen we wel iets mee. Dan kunnen we sowieso deze blokjes allemaal weer mee opvullen. Dus dat is top. Dus laten we dat ook maar gelijk doen. Maar dan hebben we nog steeds 2 stukjes zand nodig eigenlijk. En dan kunnen we de hele vloer afmaken. Voor nu moeten wij natuurlijk ook de muur helemaal afmaken. En een muur wordt natuurlijk heel erg mooi blauw met houten randjes. Dan had ik nog hout nodig. Waar ligt het hout? Hout. Waar ligt het hout? Hout. Hier ligt wel een ooklok. Die kunnen we even naar hout veranderen. Maar misschien ligt er hier nog buiten nog hout. Of binnen. Yes, er ligt heel veel hout. Kijk, dat is top. Dat is wat we moeten hebben natuurlijk. Dan gaan we hier weer in. Hoppakee. En dan gaan we nu even de randjes maken. Zo, dit gaat allemaal fout. Dit gaat allemaal helemaal fout. Zo, randje daar. En dan moet er een randje daar. Dan heb ik weer wol nodig. Dus ik ga weer even naar de schaapjes toe. Eentje stond in mijn huis. Ik weet alleen niet of die in mijn huis echt lekker kan eten. Er ligt niet zoveel eten hier. Waar zijn de sneeuwpoppen? Waar zijn de sneeuwpoppen? Misschien dat ze in de garage zitten. Laten we hopen dat ze in de garage zitten. Wij gaan lekker tenminste alle schaapjes... Ga nou een keer eten, jeetje! Oh, die schaapjes die eten maar niet. Nee, die ene tenminste. Die heeft er gewoon geen zin in. Heb jij wel al gegeten? Nee, die heeft ook nog niet gegeten. Oké, nou, dan moeten we daar nog even mee wachten. Maar voor nu kunnen we tenminste wel weer een klein stukje van de muur verder afmaken hier zo. Laten we dit stukje hierachter dan ook gelijk maar even doen. Hoppakee, kijk, stukken beter. Oh, dit wol verzamelen voor die bunker, dat wordt nog wel echt een opgave. Geheime kamer, ja jongens, dit wordt de geheime kamer hier zo. Maar hij moet er wel een beetje mooi uitzien natuurlijk. Dus vandaar die mooie glazen vloer. Mooie blauwe muren hier. En dit gaan we zorgen. We gaan ervoor zorgen dat hier een blokje overheen komt of zo. Wat dan minder opvalt dan een random houtblokje natuurlijk. Zodat mensen gewoon niet weten van... Oh, zit er wat geheims onder? Dat gaan ze dan gewoon niet weten. En dat is precies wat we moeten hebben natuurlijk. Oh, dit schaapje moet echt naar buiten gaan. Hij kan alleen buiten eten namelijk. Heb ik een lied? Nee, ik heb geen lied. We kunnen trouwens wel nieuwe schaapjes maken, besef ik me nu. Laten we dat even doen. Schaapjes, die is voor jou. En die is voor jou. Maak een nieuw schaapje voor mij. Dan ben ik blij. Waar is het nieuwe schaapje? Nee, niet naar buiten lopen. Oh, daar is die! Nou, dat is top. Of dit is dat schaap van binnen. Ik weet het nou niet precies. Maar hij is wel heel groot ineens. Dat is niet normaal, dat schaapje is mokergroot. Laat het even in mijn bedje liggen trouwens. Maar ik weet nou niet of dat het nieuwe schaapje is. Want een nieuw schaapje is meestal wat kleiner dan zo'n mokergroot schaapje. Maar hey, je hoort mij niet klagen. Ik ben gewoon blij dat ik mijn schaapje weer terug heb. Of erbij heb. Alrighty. Ik heb trouwens ook weer eten nodig. Ik heb deze bottles of enchanting ook nog. Laten we die ook gewoon even allemaal opmaken. Echt, die schaapjes moeten gewoon eten. Ik haal de bloemen even weg, want die gaan ze toch nooit opeten. Dat is gewoon... Ja, dat heeft geen nut als we dat laten staan. Daar komt het op neer. Dus die gooi ik gewoon allemaal lekker weg. Als iemand nog een bloemetje nodig heeft, ze liggen hier beneden. En dan kunnen deze schaapjes gewoon weer lekker gaan eten. Misschien dat we dit ook weer... Nou, ik weet het niet. Dit moet wel trouwens zo. Ja, yes, stukken beter. Oh, schaapje heeft gegeten. Dankjewel. We hebben weer 3 stukjes wol erbij. Oké, weet je, dit ga ik gelijk plaatsen. Gaan de andere schaapjes nog eten in de tussentijd? Ik weet het niet. Volgens mij is dat het schaap gewoon van wat hier binnen liep. Ja, en er ligt ook een konijn hier. Wat doet dat konijntje nou hier? Zijn er mijn sneeuwpoppen trouwens hier? Nee, ik heb geen idee waar alle sneeuwpoppen zijn letterlijk. Alle sneeuwpoppen zijn ineens weg. Of ze stonden bij de open haard in de buurt. Laten we hopen dat de sneeuwpoppen niet gesmolten zijn. Dat zou wat zijn namelijk. Hoppakee. En ik zit trouwens te kijken, wat kunnen we doen voor de inrichting allemaal hier?
Ik bedoel maar, we hebben een mooie glazen vloer natuurlijk. Maar hoe gaan we de geheime bunker mooier maken? Misschien dat we hem nog kunnen uitbreiden die kant op. Dat zou misschien wel vet zijn trouwens als we hem die kant op gaan uitbreiden. Maar we kunnen... Oh, ja, ik weet niet. Misschien is dit te klein alleen. Misschien is dit gewoon vet als soort woonkamergedeelte van de geheime bunker. En kunnen we hem nog een klein stukje uitbreiden. Dat moet wel kunnen, toch? Laten we het gewoon doen. Laten we het gewoon een klein beetje groter maken. En dit wordt... Oh. Hoe kom jij hier nou weer? Oh my god. En nu hebben we ook nog een konijn hier zo. Jongen. Alrighty, laten we hier gewoon even alles snel afmaken. Dank u wel. En dit. Ook, hoppakee. En dan gaan we gewoon een klein stukje groter maken. Een klein stukje maar. We hebben gewoon een klein beetje meer ruimte nodig hier, zo vind ik. Ik heb ook weer echt eten nodig. Dus ik ga even naar mijn wortelfarm toe. En ik ga gewoon zorgen dat ik superveel eten heb. Zodat ik gewoon niet meer daar naartoe hoef om te kijken, letterlijk. Dus dan pakken we heel wat bone blocks. Daar kunnen we namelijk superveel bone meal mee maken. En dan gaan we dat gewoon een beetje op die wortel spammen, zoals je kan zien. En dan krijgen we allemaal eten ervan. Dat is toch helemaal top. Hoppakee, daar ook nog. Oh, we hebben het een klein beetje misgeklikt. En dan gaan we het allemaal weer harvesten. Zo simpel is het. En nu hebben we gewoon ook weer veel eten voor altijd. Ik ga gewoon door totdat mijn boommeel op is ook. Want ik wil gewoon genoeg eten hebben. Hoppakee. En voilà. Oh, we hebben perfect genoeg boommeel gewoon voor 2 keer. Dat is top. Kijk hem eens. Hoppakee. Genoeg eten voor... de rest van mijn one block. Dat denk ik wel. We hadden namelijk altijd een beetje tekort aan eten. Maar door dat ene worteltje is het wel weer een beetje goed gekomen. Dus daar ben ik blij mee. Dan moeten we naar de geheime kamer hier beneden. We moeten zo meteen trouwens ook misschien even wat bomen hakken. Ik zie namelijk dat we weer hout nodig hebben. Dus dat is wel even mijn handig als we dat halen. Laten we nog eentje hier uitbreiden. Dan gaan we hier namelijk de muur op kunnen bouwen zo meteen. En dan denk ik dat dit wel groot genoeg is. En dan een nieuwe donatie weer van Alex Kleinfan. Alex Kleinfan, dankjewel voor jouw €2,30 donatie. Wordt super erg gewaardeerd. Trouwens, maak een server met kijkers. Wordt vet. Dat is zeker een superleuk idee. Wat mij in de toekomst echt leuk lijkt om een keertje te doen. Dankjewel voor jouw €2,30 donatie. Super dope. En dat konijntje hier, oh, die blijft maar rondspringen ook. Jongen. Oh my god. Nou, laten we nog even kijken of we de schaapjes kunnen scheren. Yes, ik zie hier al 1 schaapje staan. Die zitten van, yo, ik heb gegeten, dus mij kan je scheren. En de rest van de schaapjes, die zitten zo van, nou, ik vind het nog wel lekker zonder vachtje. Dus die laten we ook gewoon lekker staan. Zonder vachtje, denk ik. Tamar, ja. Die hebben het wel een beetje gehad met dat de hele tijd geschoren worden volgens mij. Maar dit is trouwens ook het laatste wol wat we hiervoor nodig hebben voor deze muur. Besef ik me nu. Want deze muur blijft toch open. Want deze gaan we gewoon vullen met bijvoorbeeld ramen en al dat soort dingetjes. Dus dat is wel helemaal top. Dit kunnen we trouwens ook even weghalen. Hier wil ik namelijk gewoon een rand hebben op deze manier. En dan kunnen we hier een heel groot raam zetten. Ik denk dat dat wel super vet is. Van glass panes. En dit wil ik dan gewoon opvullen. Want hier is het een beetje lelijk als je hier een raam... Zagen jullie dat? Nee! Oh, waarom doen die konijnen dat steeds? Wat? Hij springt er letterlijk vanaf. Oh my god, nee. Rip konijntje, mensen. Rip. Hij springt letterlijk naar beneden. Oh my god, hoe krijgt hij het ook voor elkaar? Hij had nog zoveel om voor te leven. Springt hij gewoon naar beneden? Oh my god, ik had trouwens nog wel een paar glass panes hier liggen als het goed is die we kunnen gebruiken voor de ramen. Oh, oké, we hebben er 6. Zou dat genoeg? Nee, dat is zeker niet genoeg. Ja, dat kan nog wel een probleempje worden. Dat betekent dat we zo meteen nog meer zand moeten fixen. Ja, dit is zeker weten niet genoeg. Kijk, die zetten we dan daar neer. En dan hebben we tenminste de helft van ons raam. Oh, we moeten nog zoveel glas hebben voor dat raam. Dat is niet normaal. En we hebben nog wat hout nodig ook. Dus laten we even wat bomen hakken hierboven. Om de muur hier af te maken. Het wordt wel een grote geheime kelder. Dat is tenminste 1 ding wat zeker is. Laten we even wat hout hakken. Dit soort boompjes moeten we gewoon een beetje gaan hakken eigenlijk. Oh, maar ik vind het echt zielig voor dat konijntje. Had nog zoveel voor te leven. Gaat gewoon dood. Ik heb trouwens een ideetje. Ik heb hier een schaars 1, 2, 3, 4 pak. Ik pak er 5 voor de zekerheid.
Dan kan ik hier, als het goed is, wat leuks meedoen. 1, 2, 3, 4. Kijk dan! Zo heb je een leuk heggetje zo als muurtje. Dat is toch top? Ik denk dat dat wel leuk is. Ik hoop dat die blijft staan, maar ik denk het wel. Want er staat gewoon hout onder ook, als het goed is. Dus dat is wel leuk, denk ik, als muurtje. Laten we nu maar even verder gaan. We hebben namelijk weer wat hout gekregen. Wat we kunnen gebruiken natuurlijk voor onze bunker. Dan moet ik niet verkeerd plaatsen. Kom eens hier, jij stukje hout. Ik heb je nodig. Niet naar beneden vallen, niet naar beneden vallen. Dankjewel. Oké, hoppakee. Dat ligt ook allemaal op zijn plek. En dan denk ik dat we het op het dak allemaal slabs moeten leggen hier. Anders heb je namelijk dit lelijke dirt boven je hoofd. En daar wordt niemand echt blij van, denk ik zo. Kijk, we laten nog even wat eten. Dit moet even daarop. Hoppakee. Ik ga even een paar slabs maken. Waar is mijn crafting table? Die staat hier buiten. Hallo, crafting table. Even kijken. Dat is genoeg, hè? Ja, dat is zeker genoeg. Hoop ik. Oh, nee. Nu zit die kip daar ook nog vast in het water. Waarom komt iedereen hier vast te zitten? Natuurlijk ook weer. Jongen. Is ook niet normaal. Laten we dit zo doen. En dan doen we hier gewoon alle slabs over het dirt. We hebben trouwens niet eens genoeg slabs. Meen je dit nou? We hebben letterlijk niet genoeg slabs. We hebben er meer nodig. En die kip zit er nog steeds. Oké, zouden we hier dan genoeg aan hebben? Ik hoop het wel. Kom op. Je zegt dat ik genoeg heb. Laat me naar beneden. Dankjewel. Even kijken hoor. Dan gaan we het hierboven plaatsen. Hoppakee. Dat daar. En dat daar. Yes. Nu hadden we wel genoeg slabs. Dat is top. En dit moet ook even weg. Ja, dat kan gewoon weg. Dat is ook top. Hoppakee. En dan is dit onze ruimte voor de bunker tenminste. Maar nu hebben we nog even het raampje nodig natuurlijk. Hier komt gewoon een heel mooi groot raam waarmee je lekker naar de sunset kan kijken natuurlijk. Oftewel de zonsondergang en de zonsopkomst. Wat superleuk is altijd. Alleen heb ik dan weer zand nodig. En ik heb geen zand. Wat gebeurt er als je dit in de oven doet? Kan dat? Oh, dat kan. Wat ga je daaruit krijgen dan? Of krijg je daar smooth sandstone uit? Ik denk het wel. Ik denk het eerlijk gezegd wel. Ja, smooth sandstone krijg je dan. Maar daar hebben we niet. Oeh, het ziet er wel mooi uit trouwens, smooth sandstone. Maar we hebben er niks aan. En wat krijg je als je kut sandstone erin doet? Dat kan niet. Oké, duidelijk. Oh nee, deze blokken hebben echt niks, mensen. Dat is echt jammer. Ik heb gewoon zand nodig. Maar het is echt moeilijk om te krijgen. Ik heb sowieso 6 stuks glas nodig. Om die glass panes natuurlijk te maken. Maar dat is echt onmogelijk om te krijgen gewoon. Dat is niet normaal. Hallo. Het is echt onmogelijk. Een koe. Meneer, jij mag hier naar binnen. Of je loopt de andere kant op. Dat kan ook altijd. Oh, die koe loopt gewoon weg. Heeft die kip nou een ei gelegd? Hij heeft een ei gelegd. Oh my god. Oké, laten we dit even allemaal naar buiten gooien op deze manier. Oké, maar zorg dat ik niet het ei gooi. Oké, eitje. Oké, er komt geen kuik uit. Dat is jammer. Als er een kuikentje uit was gekomen, had dat echt super. Maar ook echt super leuk geweest natuurlijk. Maar er kwam geen kuikentje uit. Was mooi geweest. Alrighty. Maar ik heb nog steeds glas. Ja, ik ga nooit aan dat glas komen, besef ik nu. Dat duurt echt veel te lang. Hoe kan het dat ik nergens zand heb? Dat is toch onmogelijk? Ik heb toch wel zand? Hoe kan ik geen zand hebben? Ik vind dat gek. Of kijk ik er gewoon de hele tijd overheen? Ik weet het niet. Zand. Nee, er is echt geen zand. Oh, ik weet het gewoon niet, jongens. Ik kan het gewoon niet vinden. Nergens. Nee, daar ook niet. En hier ook al helemaal niet. Nou, dan moeten we het zonder zand doen. Dan hebben we ramen zonder ramen. Ja, daar komt het nu wel op neer eigenlijk. We moeten ook een beetje een leuke inrichting hebben natuurlijk. En daar wil ik ook wat blauwe wol voor gebruiken eigenlijk. Dus dankjewel. Krijg ik nou let ook? Oké, ik wou net zeggen. Ik kreeg maar 1 stukje wol van dat ene schaap. En van jou krijg ik er 2. Kijk, dat vind ik lief van je. Dat vind ik lief. Als jullie me allemaal gewoon genoeg wol geven, dan vind ik jullie super aardig. En als je niet in het poortje gaat staan, dan vind ik je ook super aardig. Dankjewel. Mensen in de chat zeggen, je hebt glas. Ik heb geen glas. Ik heb hier sandstone. Maar dat is niet wat ik nodig heb.
Kan ik daar hier wat mee? Ah. Dat is ook niet wat ik nodig heb. Oh, wat is dit? Wat? Ik heb een creeper hoofdje op een sandstone gezet. Oké, het ziet er wel leuk uit. Dat is één ding wat zeker. Kan ik er wat mee? Nee. Ik kan er niet zoveel mee. Maar wat we wel wat mee kunnen doen, is met deze blokken die ik nu heb. Ik wil hier namelijk mee iets van een bankje bouwen op deze manier. Ik denk dat dat wel vet is. Dan gaan we een bank bouwen. Ja. Maar wat hebben we dan nog meer nodig? Even kijken hoor. Wat heb ik nodig? Wat heb ik nodig? Ik heb hier een blok quartz. Kan ik daar wat mee? Oeh, daar kan ik 2 slabs mee maken. Alright. Als ik die 2 slabs daar leg. En de bank net een beetje inkort. Dan heb ik een leuke bank. Heb ik ruimte om naar mijn raam te lopen. En het ziet er gewoon leuk uit. Nou, dat is toch top. We hebben gewoon een hele bank hier in mijn huis staan. Het paddenstoeltje. Nou, die mag wel even weg. Sorry, paddenstoel. Het is trouwens wel handig als vuilnisbak, dit nu. Kijk hoor. Glas heb je. Mensen zeggen dat ik glas heb. Ik heb nergens glas, toch? Even kijken. Glas, glas, glas. Waar is glas? Daar is geen glas. Ik zie nergens glas. In de kist liggen dan. Oh, jawel. Trouwens, jullie hadden gelijk. Maar het zijn maar 2 stukjes alleen. Het is iets, weet je. Wat we dan wel zouden kunnen doen, is we doen gewoon dit zo, denk ik dan. En dan doen we dit zo. Nou, dan hebben we wel een raam. Thanks allemaal voor het laten weten in de chat. Dit is top. Nu hebben we tenminste wel een raam die af is, soort van dan. Dus dat is helemaal top. En dan hebben we nog een inrichting voor hier nodig. Misschien is het vet om hier een groot schilderij te hangen. En we hebben nog een stukje wol. Dus we gaan zeker een schilderij ophangen. Ik wil een schilderij. Dan doen we deze erin. Dan doen we die daar. En dan doen we... Oh, ik had al 8 sticks. Hoppakee. En voilà. Oké, deze kunnen we nu ergens neerzetten. We kunnen hem ook hierachter zetten. Het staat wel leuk trouwens daarachter. Maar ik weet niet, ik wil eerst een wat groter schilderij hebben, denk ik. En die wil ik hier hebben dan. Zo! Oké, deze is moker groot, maar ik denk dat we hem hier moeten zetten. Ja, want nu staat hij echt recht voor de bank, weet je wel. Dus dat is top. Of we maken een tv. Ik denk dat dat leuker is. Laten we een tv maken. Dan kan je vanaf de bank lekker naar de tv kijken. Dat is toch wat je wil in zo'n mancave? Of in zo'n geheime kamer? Dus laten we dat gewoon ervan maken. Hoe gaan we een tv maken? Hoe kan je dat het beste doen, denk je? Ja. Hoe doen we dit? Oké, ik heb een idee misschien. Als wij nou een soort zwart blokje hebben, hebben we dat? Nee, maar dat kunnen we volgens mij wel maken hiermee. Kijk hoor. Nee, oké, dat kan niet met charcoal. Dat is duidelijk. Kunnen we dan wel... hiermee kan het wel. Hiermee kunnen we een soort zwarte blokken maken. Die dan bij de tv horen, denk ik. Kijk, hoppakee, dat zijn er 2. En daar kunnen we dan wat leuks op doen, denk ik. Ik heb een klein beetje een idee in mijn hoofd. Klein beetje maar. Waar is mijn schaar? Waar is mijn schaar? Oh, die ben ik kwijt. Alrighty, hoppakee, dat halen we even weg. Dit hieronder... En wat we daar dan op doen, let op. We doen dit en dat daar. Dit is de tv! Hoppakee, nu heb je een soort van knopjes onder de tv. Ik denk dat dat er best wel vet uitziet. Ik denk dat het nu iets duidelijker is van, yo, dat is een tv in plaats van, het is gewoon iets randoms, weet je wel. Dus dat vind ik top. Misschien als we hier nog in de hoek wat leuks kunnen doen. Een soort kastje maken op deze manier of zo. Ik denk dat dat wel vet is. Maar dan moeten we er wel wat hebben om erin te zetten. Wat gaan we in ons kastje zetten? Wat is iets leuks om neer te zetten? Ik zit te denken aan een bloempot. Maar een bloempot die kan ik niet maken. Want ik heb geen bricks. En die kan ik niet krijgen. Want ik heb geen klei. Of ik heb wel klei. Heb ik klei? Hallo, heb ik klei? Ja, ik heb klei. Dat is top. Dat is helemaal top. Oké. Ik heb 3 klei nodig namelijk maar. En daarmee kan ik al een bloempotje maken. Let's go!
Oh, dit is super mensen. We gaan gewoon een bloempotje maken. Ik ben zo blij dat we klei hebben. Ik had niet verwacht dat we letterlijk gewoon klei hadden. Mensen, vergeet trouwens niet allemaal te abonneren op mijn kanaal. Heb je dat nog niet gedaan? We zitten namelijk super dichtbij de 368.000 abonnees op het moment. Dus als iedereen die nu aan het kijken is, nu op die abonneerknop kan drukken, dan hebben we het waarschijnlijk gelijk al letterlijk. Dat is niet normaal. Dus klik allemaal op die knop als je er nog niet hebt opgedrukt hebt. Natuurlijk dat ze super ziek zijn. Alrighty, hoppakee. Voilà, dankjewel, dankjewel, dankjewel. En dan moeten wij nu eventjes hier wat maken. Ik vind het nog steeds leuk dat mijn crafting table hier staat. En we hebben een nieuwe donatie van 5 euro. Wat? Oké, dat is insane. Dat wil ik ten eerste zeggen. Dave R, dankjewel voor je 5 euro donatie. Wat erbij staat, ga ik eventjes voorlezen. Je maakt leuke video's. En wil je please met mij een potje Fortnite spelen? Echt, Dave R, dankjewel voor je 5 euro donatie. En wie weet dat we ooit een potje gaan spelen. Ik speel zelf niet heel veel Fortnite meer. Maar wie weet komt er ooit nog een dag dat ik weer een Fortnite met kijkers ga spelen. En dan kan je wel mee doen. Join trouwens allemaal de Discord als je ooit een keer mee wil doen aan een opname. Heel soms doe ik daar wel eens opnames in. Het linkje naar mijn Discord server staat in de beschrijving. En wie weet dat je dan ooit wel eens een keertje mee kan doen. Je weet maar nooit. Dave, dankjewel voor jouw donatie. En we hebben ons bloempotje staan, wat superleuk is. Maar dan hebben we er nu nog een klein dingetje voor nodig. En dat is natuurlijk mijn blauwe bloemetje. Die moeten we wel in het bloempotje zetten. Ik bedoel, de hele kelder wordt blauw. Nou, dan moet er ook een blauw bloemetje in de bloempot. Hoppakee, kijk dan. Dat is toch top. Ik ben hier wel blij mee. Dan is die hoek tenminste niet al te leeg, weet je wel. Even kijken. Misschien dat we er ook nog een torch bij moeten zetten. Hetzelfde geldt voor daar. Yes, dat is een stuk beter. Misschien dat we hier de torch zetten trouwens. Ik denk dat het leuker is. Dan staat het zo een beetje gelijk om de tv heen. Yes, dat is perfect. Dan doe ik daar nog een lampje en daar nog een lampje. En hier tussen wil ik eigenlijk een schilderijtje hebben nog. En ik heb nu wel het hol van een schilderij. Dus ik ga gewoon nog een paar schilderijtjes erbij maken, denk ik. Oeh, en de schapen zijn weer gegroeid. Ik moet er even door. Heb ik mijn schaar mee? Ik heb mijn schaar niet mee, hè? Nee, dat dacht ik al. schaartje. Waar is mijn schaartje? Of zie ik hem nou echt gewoon over het hoofd? Ik ben mijn schaar kwijt. Ik ben letterlijk mijn schaar kwijt. Hoppakee. Zo, nieuwe schaar. Dank je wel voor je wol. Dank jou voor je wol. En dank u voor je wol. Hoppakee. Hebben we weer 9 stuks erbij. Kunnen we weer even wat dingetjes maken. Ik wil namelijk sowieso een schilderijtje hebben. Dat lijkt me super leuk. En wat me ook leuk leek, is om een... hoe heet het? Om een banner te maken. We kunnen namelijk een banner maken, nu weet ik. Dus laten we dat ook gelijk doen. Hoppakee, dan hebben we ook een blauwe banner. Dat is denk ik wel vet. Die kunnen we namelijk ook op ons schild zetten. Dat ga ik doen. Zo, kijk, nu hebben we namelijk een blauwe schild. Kijk hoe ziek dat is. Alrighty. Laten we nu kijken waar we dit schilderij gaan ophangen. Ja, meneer de kip. Ik moet er even door. Dankjewel, dankjewel. Hoppakee, die gaat daar. Maar ja, trouwens, ik wil hem iets meer hier hebben, denk ik. Juist. En dan wil ik eigenlijk die creeper hebben. Mag ik de creeper? Yes. Kijk, die is leuk. Want die creeper is heel blauwachtig. En dat past dus heel goed bij het interieur van de geheime kamer natuurlijk. Wat super leuk is dan weer. Misschien dat we hier ook een soort randje omheen kunnen maken. Nee, dat ziet er niet uit. Dat ziet er heel apart uit. Oh my god, mensen. Jullie hebben gelijk. mijn schaar zat gewoon linksboven in mijn inventory. Ik zie het in de chat voorbij komen. Oh, het spijt me. Oh, nu heb ik gewoon die schaar voor niks gemaakt. Daar komt het wel op neer eigenlijk. Ik heb nog een eitje. Komt er een kipje uit? Nee, er komt geen kipje uit. Jammer. Maar ik vind mijn kelder er tot nu toe wel echt vet uitzien. Wat vinden jullie ervan? Laat het weten in de chat. Ik ben er super benieuwd naar. Welk cijfer geven jullie tot nu toe mijn hele geheime kelder? Laat het weten in de chat. Let me know. Of vooral laat het me weten.
Ik vind hem zelf echt nice voor hebben. Oh, en we hebben de 368.000 al gehaald, mensen. Dat is insane. Dank jullie allemaal voor het abonneren op mijn kanaal. Ben je nou nog niet geabonneerd? Druk dan nu op die abonneerknop. En klik natuurlijk op dat belletje naast de abonneerknop. Ik heb het er eigenlijk nooit over. Maar al klik je op het belletje, krijg jij altijd een notificatie van wanneer er een nieuwe video en of livestream komt. En natuurlijk wil je die notificatie hebben. Want ze zijn altijd hopelijk superleuk. Mensen zeggen 8, 8, 9 zelfs. Wow. Dat is insane. Dat is echt insane. Thanks voor de hoge cijfers. Ik ben er ook echt tevreden mee. Ik vind mijn bunker misschien nog wel mooier dan mijn huis zelf eigenlijk. We hebben alleen wel een plekje nodig. Ja, we moeten hem wel gaan verstoppen natuurlijk. Ik heb even mijn emmer nodig. Sorry, Kip. Oh, en we moeten dit gat even dichten. Zo, dat is een stuk beter. En we hebben deze kip hier. Oh, waarom hebben we deze kip nou weer naar beneden genomen? Ja, weet je, hij doet het zelf trouwens. Hè. Ik heb het niet gedaan. De kip heeft het zelf gedaan. We hebben trouwens ook nog wat dingetjes nodig, zie ik nu. Zoals laddertjes. Dus laten we die even maken. Dan zet ik gewoon hier in de hoek even de crafting table. Dan gaan we hiermee gewoon sticks maken voor ladders. Zo, even kijken. Zo, dat moet wel genoeg zijn. En dan maken we daar even een laddertje mee. Hoppakee, 6 ladders. Ja, dat is meer dan genoeg. Waar gaan we de ladders zetten? Die doen we hier gewoon. Hoppakee. Dat is helemaal top. En dan moeten we hier eigenlijk iets boven hebben. Wat zullen we hier boven zetten? We kunnen de stonecutter er neerzetten. Ik denk dat als... Juist hem. Kijk dan. Niemand weet dat daar een geheime kamer zit nu. Op deze manier gaan we gewoon letterlijk verstoppen. Niemand weet dat hij hier zit. Dat is toch top? Dat wil je toch? Dit is helemaal super. Kijk dan! Je hebt geen flauw idee dat hier gewoon een kamer zit nu. Oh my god. Oké, ik ben hier echt tevreden mee. Dit ziet er zo nice uit. Maar misschien moeten we ergens nog... Nou trouwens, moeten wij nog ergens op de muur wat vulling hebben? Misschien hier nog wel. Ik zie hier namelijk nog een leeg plekje. Misschien dat daar nog een schilderijtje bij kan. Ik bedoel, schilderijtjes vullen in Minecraft altijd zoveel dingetjes op al gelijk. Dan wil ik alleen wel een ander schilderijtje. Ik wil hier een schilderijtje die maar eentje is, op deze manier. En dan doen we er gewoon weer 2 toortjes omheen. En dan vind ik het er weer mooi uitzien. Is het gelijk ook een beetje verlicht hier zo. En dat ziet er gewoon een stuk beter uit. Dit wordt gewoon mijn geheime kelder. Heel veel mensen geven het ook een 10. Een 7 zie ik ook voorbij komen. Thanks allemaal voor deze moker goede cijfers. Dat is niet normaal. Ik ben er ook super, ben ook echt super blij mee. Maar we moeten er eigenlijk nu nog wel voor zorgen dat we die 2 stukjes glas hebben. En dit moeten we wel de hele tijd openhakken natuurlijk. Dat is wel een dingetje. Oh, ik ben nu letterlijk gestopt met hakken. Oké, zo gaat hij wat sneller als ik op de grond sta. Dat is wel beter. Even kijken. Hoppakeetjes. Oké, laten we kijken of we weer wat zand kunnen krijgen. Door 2 stukjes zand heb ik nodig op zich. Dus dat is niet al te veel. Yes, we hebben zand. Oké, dan doen we die even weg. Oké, nog 1 stukje zand en dan hebben we alles voor onze bunker. Oké, doei skeleton. Nou, dan ga je lekker weg, hè. Even kijken. Zand. Kom op, geef me zand. Oh, we hebben weer een konijntje gekregen. Ik hoop dat deze niet van de map afspringt. De meeste doen dat wel, namelijk. Echt, ik heb al zoveel konijnen hier gehad. Yes, we hebben zand. Oh my god, meen je dit? Oh, we kunnen eindelijk alles afmaken nu. Laten we deze trouwens even in elkaar doen. Ik bedoel, zo, dat bespaart weer een plekje in onze inventory. We hebben toch genoeg iron om weer nieuwe te maken zometeen. Daar niet van. En deze heb ik ook niet nodig, dus die mag weg. Doei! Yes, let's go. Is er nog iets wat erin kan? Dit stukje goud kan er nog wel in. Kijk dan, nu kunnen we hem eindelijk afmaken hier. Hier ben ik blij mee. Hier ben ik heel blij mee. Bam, bam. Dit is ziek, wat? Ik ben hier heel erg tevreden mee. Mensen in de chat zeggen ook, maak nog een bunker achter de tv. Nou, ik denk dat het dan wel heel erg veel bunkers gaan worden. Ik bedoel, we hebben nu al 2 geheime kamers hier in mijn huis. We hebben namelijk deze geheime kamer hier natuurlijk. En dan hebben we er nog eentje. En die zit hier erachter. En dan nog weer hier achter. Dan hebben we hier ook nog een geheime chillruimte. Dus we hebben al 2 geheime chill... Oh, er zit hier nog allemaal sneeuw van Snowy en van Olaf. Die ik trouwens niet meer heb gezien. Dus ik denk dat Snowy en Olaf gewoon gesmolten zijn. Ik zie ze namelijk echt nergens meer lopen. Snowy, Olaf, waar zijn jullie? Ik heb geen idee. Laten we deze nog even gebruiken. Hoppakee. Oh, sta ik nou vast? Oh, oké.
Doe carpets in plaats van een stone cutter. Jij, dat is heel slim. Dat is zo'n slim idee. Dat is echt een top idee. Die zijn ook minder moeilijk weg te hakken natuurlijk. Dus ik ga gewoon allemaal carpets in mijn huis leggen. Even kijken hoor. Dan gaan we even wat carpets maken. Voilà. Hebben we er 9? Dat moet wel genoeg zijn. Ik bedoel, zo groot is mijn huisje nou ook weer niet, toch? Dan moeten die paddenstoelen even weg. Wat die hier doen. Ik heb geen idee ook. Zo, die gaan daar erin. Dan kunnen we de stone cutter inderdaad weghalen. Dan moet die niet naar beneden vallen. Ik vind het er zoveel beter uitzien nu alles gewoon van glas is. Ik ergerde me daar namelijk nog echt aan. Dat het ene stukje dat nog niet was. Maar al doen we gewoon dit op deze manier inderdaad. Dan lijkt het gewoon... Oh, even kijken hoor. Dan lijkt het gewoon letterlijk... Alsof dit bij de vloer hoort. Kijk dan! Het lijkt gewoon alsof er niks is daar. Dit is top. Dit is helemaal top. Ga je het dierenhok uitbreiden? Dat kan ook altijd nog. Dat is ook een goeie. Maar voor nu hebben we tenminste de geheime kamer. Oh, deze moet nog even weg. Dit is top. En dan doen we hem zo weer dicht. En dan kan niemand weten dat we hier zitten. Dit is top. Oh, ik ben hier heel blij mee met deze bunker. Maak een zwembad in je kelder. Dat is ook een heel vet idee trouwens. We kunnen nog een zwembad maken hier. Oh, dat is een heel vet idee. Maar ik heb misschien een beter idee. We hebben namelijk ook nog... Even kijken hoor. We hebben hier namelijk ook nog een plekje... met een klein soort tuintje, zoals je hier kan zien. En hier zit ook allemaal sneeuw. Is het gras al in de buurt? Oh, het gras is tot hier gekomen nu. Het gras moet namelijk even doorgroeien naar hier zometeen. Maar nou, hier kunnen we geen zwembad maken, want hieronder zit ons raam. En dan verpesten we ons uitzicht heel erg. Maar wat kunnen we dan wel doen? Waar kunnen we een zwembad bouwen? Het is namelijk wel echt een vet idee om een zwembad te hebben natuurlijk. Of we zetten een... Nee, niet in een garage. In een garage past geen zwembad. Dit moeten we trouwens ook nog opvullen hier, zo zie ik nu. Er zit gewoon een heel gat in het plafond, joh. Hetzelfde gat voor daar. Hoppakee. Dat is een... stukje beter. En dat is stukken beter. Die mag even weg. Hoppakee. En wat doe jij hier nou weer? Hoezo hebben we zoveel kippen in ons huis? Dat is niet normaal hoeveel kippen hier lopen. Oh my god. Hier is ook weer een kip. En deze kip. Dit wordt gewoon een kelderkip, mensen. Maak een vissenverblijf. Ja, het probleem is alleen... Er zijn hier geen vissen. We zitten midden in de lucht. En vissen die vliegen niet echt, weet je wel. Dus dat is nogal lastig altijd, om vissen te krijgen als je midden in de lucht zit. Ik bedoel, als je in een vliegtuig zit, kan je ook niet even in je handen klappen en een vis hebben. Dus hiermee is dat een beetje hetzelfde. Tenzij je een vis mee hebt op het vliegtuig natuurlijk. Maar wij hebben geen vis mee hier. Waarom is dit bloemetje kapot? Die wil ik hier hebben. Zo, mooi bloemetje. We hebben hier trouwens ook nog een garagedeuren natuurlijk. Ik vind ons huis er echt vet uitzien. Ik ben er echt heel erg tevreden mee. Het is gewoon echt één grote villa geworden eigenlijk, als je het zo bekijkt. Ik bedoel, het is best wel ruim. Dan heb je hier de slaapkamer, een chantingkamer. We moeten wel nog steeds de vloer hier even vegen, want er ligt allemaal sneeuw hier zo. En dan hebben we hier beneden natuurlijk hetgene waar het nu allemaal om draait. Oftewel, de geheime kamer hier beneden. Ik ben er echt nog steeds super blij mee. Dat is niet normaal. Haal het sneeuw weg. Ja, de sneeuw moet ik zeker nog een keertje weghalen. Het ligt... bom, maar dan ook bom vol met sneeuw overal letterlijk. Oh, dat is zeker iets wat ik weg moet gaan halen, ja. Daar heb je zeker gelijk in. Mensen, ik ga hierbij wel deze livestream afsluiten. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze livestream. Het is gelukt. De geheime bunker is helemaal afgekomen. Bedankt voor het kijken. Laat nog even in de reacties weten wat jij van deze video en of livestream vond. Het ligt eraan wanneer je hem kijkt natuurlijk. Klik nog op die duimpjes omhoog natuurlijk ook. Ik ben benieuwd hoeveel duimpjes omhoog we hebben gehaald tot nu toe. We hebben er bijna 4000. Wat echt insane is. Dank jullie wel voor het kijken. Bedankt voor het liken. En dan zie ik jullie bij de volgende video en of livestream.